woensdag jongens leden, zaten hier over 5 mensen buiten bij ons op het terras te eten. En mijn zoon heeft toen de rekening naar buiten gebracht. En die heeft toen op verzoek van een van de heren die zijn broodje niet op kreeg, nog het broodje ingepakt om mee naar huis te nemen, wat hij niet op had gekregen. En dat heeft hij voor hem ingepakt. En uiteindelijk gingen er nog 2 mensen naar het toilet. En die zijn weer teruggelopen en eigenlijk voordat we er erg in hadden, waren ze weg. En toen zonder geld achter te laten. Toen hebben we eerst nog gevraagd aan andere mensen op het terras of ze gezien hebben dat iemand anders had weggenomen. Zij was een gek op de fiets gesprongen om er achteraan te gaan. En we hadden gehoord dat ze richting het station gingen. En dan gaan we ervan uit dat ze op het grote parkeerterrein staan bij ons in Enkhuizen op het station. Alle auto's ingekeken, gezocht naar 5 mensen. En ja, toen was het einde verhaal. En toen zaten wij met een openstaande rekening van 70 euro. En ja, dat is echt balen. En een soort van woede. En in het begin denk je nog van, die bellen straks wel, die komen straks terug. En, want dat is vergeten. Je gaat altijd maar voor het goede uit van de mens. Ze hadden een tasje mee met onze naam en telefoonnummers erop en adres, dus daar kon het niet aan leggen. Uiteindelijk hebben we gewacht tot die avond ook voorbij was, of mensen wel zouden terugbellen. Dat bleek niet het geval en toen kwam er eigenlijk een soort onmacht, omdat het al zeker de 5e of 6e keer is van het jaar. En toen hebben we onze camerabeelden teruggehaald en toen ben we zo brutaal geweest om foto's op internet te plaatsen. Dat is uiteindelijk naar de 130.000 views is dat gegaan. En met 98% heel veel positieve reacties. Maar ook helaas 2% hele negatieve reacties. En vandaar dat ik uiteindelijk besloten heb om het vandaag toch maar te verwijderen. Want en die 2% wint het dan toch van die 98%. Boodschap is sterk. Ja, ik denk dat het ging om een statement. Nou, en ik denk wel dat iets groter is geworden dan dat ik verwacht had. En daar ben ik zelf ook wel van geschrokken. Laat ik het ook voorop stellen. Maar... het moet maar eens stoppen.